Niets. 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 Ja, jongens, ik word vaker aangesproken op straat met Niets dan met mijn eigen naam. Maar de carrière van Niets zit wel een beetje in het slop. Nou, volgens mij is er binnenkort weer Champions League wedstrijd tussen PSV en Atletico Madrid, Jasper. Ja. Dus je wil eigenlijk gaan proberen om Niets te verkopen aan Atletico Madrid zonder dat ze het doorhebben? Ja. Oké. Okay. Niets? Hallo. Experiment 18B. Kun je zonder talent toch meedoen met de absolute voetbaltop? We wisten dat Atletico aankwam op Eindhoven Airport. Dus het was gewoon hup, die auto in en gaan. En Stijn had er zin in, jongen. Stijn had er echt heel veel zin in. Dat je daar net op je vingers te kauwen en doe je daar nou snel weg. Omdat we aan het filmen zijn. Ja. Die beveiliging die zal een stuk beter zijn dan waar we voorheen zijn geweest. Dat denk ik. Mag ik toch hopen wel? Oké, we zijn nu bij het vliegveld. We waren geland en toen dachten jullie, waar is die spelersbus? Wel allemaal mensen. Ja, dat is een goede vraag. Ik zie wel de selectie van PSV aan de muur hangen, jongens. Ja, daar hebben we spelersbus van Atletico voorbij zijn komen. Ze zijn al weg. Ja? Zijn ze al weg? Half uur geleden? Ja, ze zijn hier wel met vier bussen. Ze zijn namelijk één speler vergeten. Vier bussen. De vliegtuig staat deze? Al weg. De laatste gaat weg? Ja. De laatste gaat weg. Waar is die? Pas Jeppe. Daar gaat hij. Kut. Waar was je? Ja, ik was auto parkeren, ja, natuurlijk, ik idioot. Pas op. Fucking haas. Waar is? Oh, je arm is zeker te kort. Ja, kutzooi. Oh nee, is je stap arm uit. Hiervoor te kort, man? Ja, arm te kort? Shit! Door jouw korte arm gaan we nu niet bus meer. De enige kans die je hebt, dat hij door je vingers glipt. Ja, ik vond het wel een ideaal moment om even Jasper de schuld te geven. Ja, nou, dat vond ik dus ook. Waarom had je die auto niet draaiende gehouden, Jep? Ik dacht dat wij daar even nog gingen kijken. Nee, ja, we zijn jou aan het zoeken. Nee. Zo suf ook weer, hè. God. Van de vier bussen missen we ze alle vier. Ja. En nu? Eén voor één alle hotels afgaan? Ja. Zou wel moeten. Ja, ik zie niks. Gatsidaddy. Park Plaza auto. Jongens, we zijn echt een zandkool aan het zoeken in een zandbak. Ja, weet je. Waar is José? Ik denk dat het naar hun toe gaat om weer te beveiligen. Zal ik hem achtervolgen? Gaan we proberen. Had Sherlock Holmes gelijk of had hij gelijk? Hey? Stond die bus daar? Ja, die stond er. Is dit de bus? Ja, dit is de bus. Hou op. Ja, geen grap. Dit is hem wel. Er staan wel meerdere mensen voor. Mensen. Sterren op? Wel, zit sterren op. Ja, dit is hem. Ja, dit is hem. Dit is hem. En kijk, deze mensen die hier aan het wachten. Alles. Nee, maar. Rij nou maar gewoon even door. Waar moet ik heen dan? Kijk dan. Ze hebben Atletico pakken aan. Dit zijn gewoon de spullen die ze gebruiken voor de training natuurlijk. Die zitten opgeslagen in die kist. Ja. Hier. Een zwarte pakken. Ze zwarte pakken. En ik, wat heb ik mee? Een rood pak. Zwart pak. Oh, je hebt wel je goede pak mee. Een zwart pak. Kijk eens. Hey. Ja, dat is wel mooi. We sturen eerst Tim naar binnen. Ja. Want ja. Als hij dan gepakt wordt, dan is hij de lul. Okay, jij gaat nu naar binnen, hè? De boel verkennen. Ik ga de boel verkennen. Maar ik heb een tweede handicap nodig. Eén voordeel, in de lobby was gewoon helemaal niks aan de hand. Dat is wel zo gunstig voor de transfer van Niets. Ja. Hey Tim. Yo, hey. Ik zie nu iemand in pak. Maar goed, ja, kom jij anders maar naar mij toe. Als jij gewoon in de gaten houdt of ze komen, dan kan Stijn ze verstoppen op de wc. En dan komt hij gewoon zodra ze komen. Kom eraan. Oké. Yo. Yo. Ja, Stijn. Kom wel goed. Kijk. Hier zo is het hotel. En hier achter mij staan de bussen.
waar ieder moment de spelers kunnen aankomen. Stijn die zit nu alvast verstopt op de toilet en die kan elk moment komen die spelers eraan. En dan is hij uiteindelijk gewoon netjes achteraan loopt als een van de spelers. En dat is waar we nu op aan het wachten zijn, in de lobby. En Stijn zit lekker op de toilet. Ik heb er niet zo'n best gevoel over. Eigenlijk. Op zo'n moment scheid ik gewoon mijn hele trainingsbroekje vol. Ja, daar had je alleen niet heel veel tijd voor. Nee. Oké, volgens mij gaat er nu iets gebeuren. Oké, nu aansluiten. Go, go, go. Eerst. Man, ze hebben oranje aan. Stijn, stond je dan met je zwarte shirt? Oh, maar er was ook gewoon geen weg meer terug. Gast, dit is zo ziek. Felipe Luis, Griezmann, Godin, Torres, Koken. Daar loop jij gewoon tussen met je pierenkop. Hallo. Een nieuw player. Niets. Maar niet voor lang. Ja. Ik ben nieuw. Je stond met één been in de spelersbus. Bijna in de Champions League finale. Maar ik heb wel van het moment gebruik gemaakt om even mijn collega's een handje te schudden. Ja, nieuw player. Nieuw ga door. Dank je wel. Dank je wel. Oké. Ik heb wel niet meegetraind, maar ik heb wel de spelersbus van binnen gezien. Ja, bijna. Ben je er nou eigenlijk van? Van niks nog. Nee. Hij is maar gedacht, Stijn. Dag jongens. Zo jammer. Conclusie. Ja, Stijn had Nits toch bijna een van de meest spraakmakende transfers van dit moment te pakken. Ja, je was letterlijk één stapje verwijderd. Nou jongens, ik was wel gewoon weer aanwezig tussen mijn grote helden. Ja, dat zeker. Wel.